Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Mekka en Medina Reizen. Nadat ik vorig jaar de heilige steden Mekka en Medina voor het eerst in mijn leven heb bezocht, bleef er voor mij nog één wens over. Ik wilde dolgraag onze derde heilige stad bezoeken, Beitul Maqdis, Al-Quds, de stad van Masjid Al-Aqsa, de stad van onze eerste gebedsrichting. De stad waar onze profeet vrede zij met hem de Isra wal Mi'raj heeft verricht. De stad waar onze profeet vrede zij met hem met duizenden profeten heeft gebeden. Het zien van deze moskee heeft zoveel dimensies dat ik mijn gevoel niet kan omschrijven. Maar één gevoel voerde de boventoon en dat was de blijdschap. De blijdschap dat ik ook in deze moskee met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala heb mogen bidden. De Aqsa moskee is door de politieke situatie voor mij mysterieus. Doordat de situatie in dat gebied nu zo heikel is, ben ik eigenlijk nog meer benieuwd naar hoe het is om daar te zijn en te bidden. Wat ik nooit wist is dat Beitul Maqdis ook een grote Marokkaanse geschiedenis heeft. Een geschiedenis die voor mij tot aan deze reis verborgen is gebleven. Abdullah, ik zie hier Morocco Gate staan. Ja. Wat betekent dit? Dit is de deur van de Marokkanen, Bab el Maghariba. Hierachter is het helaas ingenomen. Dat is de enige deur waar de moslims niet meer naar Al-Aqsa binnen mogen. Dit is de enige deur? Ja. En hierachter is de klaagmuur, toch? Daar is de klaagmuur. Oké. En waarom heet dit Morocco Gate? Dat heeft Salah ad-Din Ayyubi genoemd. Omdat de Marokkanen heeft een speciale wijk voor Marokkanen genoemd en gegeven. En wat deden die Marokkanen hier dan? Hoe kwamen die hier? Een kwart van de leger van Salah ad-Din Ayyubi waren Marokkaan. Een kwart van het leger? Ja. Een kwart? Ja, mashallah. Dat is veel, man. Ja. Zelfs mensen die vanuit Syrië, vanuit Libanon, Irak, Egypte meekwamen, die mochten wel terugkeren na het bevrijden van Al-Quds. Ja. En de Marokkanen heeft hij zich maar aanbevolen om hier te blijven. Salah ad-Din Ayyubi heeft aangeraakt dat de Marokkanen hier moesten blijven? Ja. En toen vroegen ze hem waarom. En toen zei hij, de Marokkanen zijn een volk dat standvastig is op de grond. Ja. En aanvallend in de zee. Ja. En ik heb ze de Al-Quds en Beitullah, de Masjid Al-Aqsa, toevertrouwd. Zo. Mashallah. Wat een eer. Ja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dus de Marokkanen hebben gewoon een grote geschiedenis met deze stad. Klopt, het is een complete wijk hierachter. Die is helemaal weggeveegd en nu is er een klaagmuur van geworden. En in die wijk woonden de Marokkanen ook echt? Ja, ja. Dit is echt letterlijk de deur naar de vroegere Marokkaanse wijk? Ja, dit is Bab el Maghariba, de deur van de Marokkanen. En daarachter is zeg maar de wijk van de Marokkanen. Dit was de deur? Ja, Hayy el Maghariba. En deze deuren gaan allemaal naar de moskee? Ja. En dat is de enige deur die nu niet meer in gebruik genomen mag worden door de moslims. Maar om de moskee heb je volgens mij 8 verschillende deuren of 6 verschillende... 11 deuren. Ja. En één van de deuren is deze deur. Ja, is Marokko Gate. Dus we hebben gewoon één van de 11 deuren op onze naam staan. En dit is de belangrijkste deur eigenlijk naar de moskee Al-Aqsa. De Marokkaanse mensen, het gewoon de Marokkaanse deur hier achter ons. Toch wel echt bijzonder. Ik word gevuld met trots op dit moment. Een stukje van mijn eigen geschiedenis hier in Al-Quds. Hoe bijzonder is dat? De volgende dag bezochten we een gedeelte van bezet gebied, namelijk de Westbank. Daar sprak een hele bijzondere meneer mij aan, omdat hij mij Marokkaans hoorde praten. Ik ben hiernaast een Palestijn van Marokkaanse afkomst. En Tafilistini, welke in Aslik Maghrebi? Maghrebi, ismi Zaid Ismail Abu Gharbiya. Abu Gharbiya. يعني جئنا من المغرب العربي مع الفتوحات الإسلامية مع صلاح الدين الأيوبي سبحان الله ووضعونا في مكان اسمه باب المغاربة بيت جدي كان في باب المغاربة في سنة 67 جو اليهود وهدموا البيت وصرنا لاجئين بدون بيت الآن أخذوا البيت هدم البيت صار ساحة يعني سكوير ولكن أنتم دابا فلسطينيين احنا فلسطينيين بس من أصل مغربي تتكلم باللغة المغربية شوية نهضر بدرجة شوية داري نهضر بدرجة شوية جدي كان يهضر بدرجة سبحان الله ايوا الا هضرت لك بالدرجة دي انا تفهمني افهمك نعم اصل عائلتنا من فوق عمرك مشيتي المغرب ولا لا؟ لا لا, لا. تحب تمشي المغرب؟ طبعا طبعا بلدي كثير من المغاربة هنا كثير عوائل كثيرة يعني
Subhanallah, subhanallah. Al-Jaliyya al-Maghribiyya fi Filistin. Fi Filistin. Fi al-Quds kathir. Fi al-Quds kathir. جينا وبقينا وصلاح الدين أعطانا منطقة وسماها باب المغاربة سبحان الله أنا عندي تاريخ العائلة يعني لحد صلاح الدين حتى صلاح الدين سبحان الله سبحان الله سبحان الله wel stoer mensen dit is gewoon een Marokkaan een nazaat van de Marokkanen die zijn gekomen met Salah ad-Din die Jeruzalem heeft bevrijd en hij zegt dat hij nog een stamboom heeft van de tot zijn overgrootvader die toen is meegekomen. كل العالم العربي والإسلامي نحييهم ونطلب منهم دعم الشعب الفلسطيني. المسجد الأقصى يناديكم يا أهل المغرب. إن شاء الله يكون خير إن شاء الله يكون خير إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. صبر يا أخي صبر يا أخي. Deze broeder die taxichauffeur heeft mij nu naar de berg, de Olijfberg gebracht. Jazakallah khair ya akhi. You brought me here. Thank you very much. مثلا شرفتونا ان شاء الله ان بنشوفكم كمان وكمان وبنشوف اخواننا من المغاربه ياتوا الى القدس الشريف حتى يصلوا في المسجد الاقصى. كم اخي؟ وهذا المشوار لا اخذ عليه شيء هذا هديه مني لكم وان شاء الله ان بنشوفكم كمان مره وعينينا بتتكحل برؤياكم. اهلا وسهلا شرفتونا. لكم اخي كم اخي؟ لا هذا هديه مني لا اريد فلوسا لا اريد مالا. بارك الله فيك بارك الله فيك في حفظ الله الله يتقبل اهلا وسهلا شرفتم. السلام عليكم. رمضان مبارك علينا وعليكم. كل عام وانتم بخير. تحياتنا لاهلنا في المغرب. طرختك ديز برودر دي خيف ما خونا خراطس يا خراطس رئيس انسان تاكسي ابو خو نيت بطاط كرايه فكره هي لو خو مير ان بارم خفوفان. بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله. Ik ben zelden met zoveel warmte ontvangen door een volk als door de Palestijnen. Ze worden oprecht blij met een simpel bezoek naar hun land. Het echte gevoel van broederschap. Ik werd er emotioneel van. كي جاتك أول مرة الصلاة فقط في مسجد الخشوع بغيت نبكي صح والله العظيم علي مرت بزاف ضفير صحابة بخلوب النبي عليه الصلاة والسلام إسراء والمعراج ومزوك دي غنيت بزاف تكون بيزوندر وأرفع كفي إدي إليك يا رب العالمين داعيا سبحان الله ده تس إيش براحتك إن بيزوندر تهلاك يا ما شاء الله Dat zijn geen woorden eigenlijk. Ik heb geen woorden voor. Ja, het raakt me in, ja, in mijn hart. Ja. Mensen, ik sta hier in de Westbank. En dit is de muur eigenlijk die dit gebied scheidt van de andere kant. De mensen van de Westbank, de Palestijnen die hier wonen, moeten dus elke dag langs checkpoint om aan de andere kant te komen. Het is echt heel erg raar om die muur te zien. Die muur loopt ook ontzettend lang door. Je kan het zien. Kijk maar. Vanaf hier kun je het echt goed zien. Hier kun je zien hoe lang die muur doorloopt. Subhanallah, wat een realiteit mensen. Het is werkelijk waar onvoorstelbaar om hier te leven. We komen midden in een Palestijnse jongeren die zijn in een battle geraakt met de Israëlische ordendiensten. Ze hebben een soort van checkpoint daar in de fik gestoken en Palestijnse jongeren gooien stenen.
is best wel apart om te zien dit. Look at the Palestinian, look at the Palestinian. Look at the Palestinians. Vandaag is ook de dag dat de ambassade is, de nieuwe ambassade is geopend van in Jeruzalem door de dochter van Trump. Dus we rijden er nu gewoon doorheen. Dus ja, je hebt het gevoel dat je in oorlogsgebied zit. Omdat wij rijden met een Israëlisch kenteken, kon je zien dat wij gewoon er langs mochten rijden en het geen probleem is. Terwijl aan de andere kant de Palestijnen echt letterlijk aan het vechten zijn hier met de Israëlische ordediensten, ordentroepen. Ja, een hele vreemde gewaarwording dit. Het is, zo zit je er ineens middenin. Tegelijkertijd ook een hele erge reality check dit. Vanuit Nederland. Waarin in principe gewoon alles veilig is en anders kom je ineens. Ja. Ja, we liepen de islamitische of de islamitische wijk uit. En dan wordt ineens alles afgezet en dan mag je nergens meer lopen en dan weet je ook niet precies wat er aan de hand is. Dus van die agenten moesten we in één keer hier naartoe, agenten, militairen. Dus ik weet ook niet wat er aan de hand is. Gisteren was het dat slagveld van Gaza. Dus ik denk dat er vandaag nog demonstranten ook hier zijn in Jeruzalem. Dus dit zijn de naweeën van het verschrikkelijke wat er gisteren in Gaza is gebeurd. En dat, daar hebben wij nu ook mee te maken. Ondanks dat we in een redelijk veilige plek zitten. Maar we mogen in ieder geval niet meer langs deze plek. Limada shurt al Israeli tkasser tariq. لماذا كسر الطريق الباب لانه اليوم في اضراب كل المحلات مسكرين انت تسكن الداخل داخل المسجد مسجد الاقصى وكيف المعيشه هنا مش كويسه مش كويس ده رمضان برك عام. Ondanks dat de Palestijnen in Al-Quds nog massaal treurden over wat er de vorige dag in Gaza was gebeurd, probeerden ze toch feestelijk de Ramadan te verwelkomen. De Arabische wijk was helemaal versierd en iedereen wenste elkaar een Ramadan Mubarak toe. Een eer om onderdeel te mogen zijn van deze saamhorigheid die mij enorm raakte. مبارك لإخواننا المسلمين في هولندا عيدكم مبارك ورمضانكم مبارك وصوم مقبول مبارك لإخوتنا في هولندا في رمضان مبارك عليهم يا رب جميعا بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وانتم بخير في رمضان من هولندا مسكين على الدرب دنيا الماضي القدس من أحلى أجواء العالم كله بس القدس رمضان أحسن غير أحسن مكان أحسن أحلى مكان وأحسن مكان الحمد لله على نعمة الإسلام وإحنا بنقول أهلا وسهلا بشهر رمضان المبارك من القدس من مصر الرسول صلى الله عليه وسلم التمر من وين يا أخي؟ من هريقة من؟ هريقة جيريكو عندك شوية العطش الآن ولا؟ لا ولا شيء الحمد لله لا جوع لا عطش لا وين؟ لأنه أنا صايم لله تعالى اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ناس ديز مجهول دادو سيوفو ناس إن نيلا تسخى أطيت فان كومز نوع إزرائيل أو كومز أت بالستانس خبيدة مار كم بحيل فو دادوس خزين ديز دي كوم أت أت جيريكو En die komen letterlijk uit Westbank, dus uit het Palestijns gebied. Dus in die zin moet ik even naar het merk kijken. Hij doet meer familie met Jericho. Hij zegt dat ze 100% uit Jericho komen, uit het Palestijns gebied. Dus we gaan onze broeders een beetje helpen met deze dadels. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mensen, we gaan nu ons vasten verbreken. Eerste dag Ramadan hier in Beit al-Maqdis al-Quds. Bismillah. Salam. Hoe vond je eerste dag Ramadan hier in? Zwaar, maar alhamdulillah. Ja? Ik krijg er wel energie van. Ik zie dat je gezicht is een beetje down, of niet? Kapot, hè? Was het zwaar vasten of?
Dat was het zwaar. Ja? Toch. Mensen, je ziet ook dat iedereen hier eten uitdeelt. Dus je kan overal gratis eten. Veel muhsinin die hasanat willen verzamelen deze Ramadan. Dus overal wordt eten uitgedeeld. Je ziet deze mannen die het ook aan iedereen vragen. Salam alaikum, ya akhi. Salam alaikum. Ramadan mubarak, ya akhi. Ramadan. Salam alaikum. Salam. Bismillah, barakallahu. Zo, niet verkeerd mensen. Lekker kip, lekker. Nee, mensen, dit is. Ik ga dit toch even eten. Ik had het onderschat. Wa ahla wa sahla fikum fil Uds, nawartu al Uds. Alhamdulillah. Kul shu'ub al Arabiya wa sha'b al Maghrib wa shu'ub al Arabiya kulla habaybna wa ahlna. Barakallahu fik. Kulhum ikhwana lanno ahna bid-din al Islami al Muslim akhu al Muslim. Akhu al Muslim. Ahna Muslim. Het tarawih gebed breekt zo aan. Het is aardig vol. Maar zoals je achter mij kunt zien, het is niet supervol. En de reden daarvan is, het is niet omdat de moslims geen tarwah willen bidden, maar het is omdat heel veel Palestijnen mogen hier niet komen. Dus de Palestijnen van de Westbank en andere bezette plekken, die kunnen hier niet eens komen. Dus eigenlijk alleen maar de mensen die in deze regio wonen, die kunnen naar deze moskee komen en meer niet. Dus ja, helaas. Maar goed. Ik sta hier letterlijk met de imam van de Aqsa Moskee. En de imam van de Aqsa Moskee heeft een boodschap voor de moslims in Nederland. Risala lil muslimin van Holland. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyi al-karim. Min hadhihi al-rihab al-tahira. Min al-ard al-muqaddasa. Min al-masjid al-Aqsa. Al-qibla al-ula lil-muslimin. Min hadhihi al-rihab al-tahira. Natawajjah li-ikhwanina fi ardi Holland al-muslimin. أن يأتوا لزيارتنا في هذا المكان الطاهر في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. نحن سعداء جدا بوجودكم بيننا في هذا اليوم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر عز وبركة ونصر لأمة الإسلام والمسلمين. Geweldig om hier te zijn. Mohammed Nabina. Allahu Amina. Min Mekka Habibi Nurun. Na Tarawih hier is het echt puur Ramadan sfeer. Super druk. De straten zijn helemaal vol zoals je kan zien. Iedereen chillt hem, iedereen gaat even eruit. Maar het is hier super gezellig. Ramadan Karim alaykum, Ramadan Mubarak. Ta'alu 'anna 'al Uds bas. Kul 'am wa antum bkhair. Kul 'am wa antum bkhair min 'al Uds. Kul 'am wa antum bkhair, Ramadan Karim. آمين. بارك الله فيك بارك الله فيك حبيبي الله يخليك. Roep de Turk op uit Nederland om ook hier naartoe te komen, man. Zeggen ze, kom naar. Ja, is leuk, man. Ik denk dat ze wel hier moeten vaker komen. Ja, toch? Alleen maar Alanya, alleen maar Keizeri Laan, weer Keizeri. Oh. Kom een keertje hier naartoe, man. Ja, zeker. Ja, toch? Zeker, toch? Maar ja. Het is heel veel schiet. Roep de Turken op, Turken van Nederland. Ken. De islamitische geschiedenis van Beitul Maqdis kent geen grenzen. In deze stad liggen zelfs metgezellen, sahaba van de profeet, vrede zij met hem, begraven. Shaddad ibn Aws en Abbad ibn Samit, radiyallahu anhu. Wat ik me niet kan voorstellen is dat de man die hier nu ligt, dat hij gewoon met de profeet Mohammed heeft gelopen, gezien, gezeten, gebeden. Hij heeft hem gewoon gekend, hij was met hem. En hij ligt nu hier en nu sta ik bij zijn graf. Ja, het is surrealistisch, onwerkelijk. Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, een van de grootste sahaba die wij kennen,
leider van de tweede geleven van het Islamitische Rijk. In zijn tijd als heerser van de kalif opende hij Jeruzalem, Beitul Maqdis. Maar de religieuze elite van Jeruzalem wilden de sleutels van de stad alleen aan Omar geven en niet aan zijn soldaten. De verblijfplaats van Omar ibn al-Khattab was al-Medina. Dat was de hoofdstad van het Islamitische Rijk. Omar ibn al-Khattab, ook genaamd al-Farouq, moest dus vertrekken naar Beitul Maqdis. Omar vertrok met één kameel en één werker voor deze lange reis. De afspraak was dat Omar en zijn werker om en om een stuk op de kameel gingen rijden en een stuk dat de kameel alleen zonder berijder liep, om te rusten. Zo maakten zij deze lange reis tot aan de voet van Beitul Maqdis. They reached before the entering the Jerusalem. When they reached there, it was a time for Omar to ride the camel. But yet Omar, he looked in front and there was like a pond with mud. Yes. By that time, Omar took his sandals, put them on his shoulder. So he started walking through the mud. Abu Ubaidah heard that Omar approaching. So he ran with his horse to see if Omar did arrive. So he ran to the horse with his horse. He saw that Omar just about to approach Baitul Maqdis. So he ran and he got to Omar ibn al-Khattab. He looked at Omar ibn al-Khattab and here is Amir al-Mu'mineen. Abu Ubaidah came and said, "Oh Omar, if you put a better garment, better robe for you, on you, because you're gonna meet kings now." Then Omar ibn al-Khattab, he took his hand and he slammed the chest of Abu Ubaidah and he said, "لو قالها غيرك." If anyone else said it, yes. I will make him an example for the whole Muslim ummah. Omar said, "كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام." It is here, Abu Ubaidah. It is not the garments. It is this, the heart, our connection with Allah. Mensen, kan je je voorstellen dat Omar ibn al-Khattab die kwam lopend naast een kameel? Kwam die aanlopen? Amir al-Mu'minin, de leider der gelovigen. Hij was de leider van het hele Islamitische Rijk. Met kapotte kleding. Hij had een reis gemaakt van Medina tot Jeruzalem. Hij was zelfs in modder gevallen. En hij liep naast de kameel. Hij zat niet eens op de kameel, hij liep naast de kameel. Zijn werker zat op de kameel, de leider der gelovigen. Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, een van de machtigste mannen van die tijd. En hij gaf niet om mooie kleding of materialisme. De Sahaba, die hadden het door. Die wisten waar het echt om ging. Wat kunnen wij in deze tijd van hun leren, zeg. Omar ibn al-Khattab asked Bilal, get up and do the azan. Now Bilal did not do azan after the death of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Bilal looked at Omar and said, "You know, I'm the muazzin of Prophet Muhammad and I stopped. Of course, everybody knew Omar and he wanted to respect Omar by that time. So Bilal did not want to say no to Omar. So Bilal about to get up and do the azan. Bilal, the muazzin of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, stood up to do the azan in Masjid al-Aqsa. Now imagine all the army, all those heavy duty army, standing all of a sudden from being with swords. The minute they heard as Bilal doing the azan, Allahu Akbar, everybody was crying and weeping. Remember Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, when Bilal used to do the azan and Prophet Muhammad come out of his hujra. So when they heard the azan, imagine now, just imagine as on the other side of the army, which is the Byzantine Rome, seeing those people, strong people, ready to fight with swords, all of a sudden crying the love of Prophet Muhammad, crying the memory of Prophet, companions, remembered Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, remembered the miraculous journey, Rahlatul Isra wal Miraj, remembered the Prophet alayhi salatu wasalam being in this place. So the minute Allahu Akbar, all crying. Bilal radiyallahu an, de muaddin van onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam, die met zijn adhan legers heeft doen huilen.
Wat ben ik trots om onderdeel te mogen zijn van Ummat Muhammad. Ahsan Ummat ukhrijat linnas. انا جاني القدس الحمد لله مزيان انا كنت يعني مريض من الداخل ونهار اللي دخلت هنايا سبحان الله وتحل داك الشيء ومت فيرت في الخدا يوز البروفيت يدير بخبيده هذا تسديد نيكس ان شاء الله وني ني جان دم سرمي قاقاش دم سرم الشاب العظيم يخسر يا فلسطين بارك الله هذه اشغال القدس يزر جاري القدس ان شاء الله باذن الله We zijn gespecialiseerd in het aanbieden van reizen naar de drie heilige steden. Want dat zijn de drie heilige steden die mogen bezocht worden. Omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam het ook heeft aanbevolen. Ja. En het heeft ook de gebed in Masjid al-Aqsa, die heeft ook een beloning. Dus de moskee al-Haram heeft een beloning van 100.000 gebeden. De moskee van de profeet heeft een beloning van 1000 gebeden. En de moskee van al-Aqsa heeft een beloning van 500 gebeden. Als jongeren deze documentaire van mij hebben gezien en die denken ik wil ook naar al-Quds, wat kunnen ze doen? Die zijn welkom. Ja. Mekka, Medina reizen. Ze kunnen gewoon naar jou toe, gewoon aanmelden, heel simpel. Maar niks met visa's, niks met gedoe. Nee, zolang ze een Nederlands paspoort hebben, marhaba bi. Heel simpel. Zolang ze niks te verbergen hebben, dan zijn ze welkom. En het is ook gewoon veilig? Het is veilig. Ja. Ik voel me, het klinkt gek, ik voel me hier veiliger dan Mekka en Medina. Mashallah. Overal heb je leger, ja. Overal heb je camera, wat wil je nog meer? Wat mij pijn doet, is dat ik duizenden pelgrims van de boeddhisten, van de christenen, die komen hier en die zijn niet bang. En die lopen door de christelijke wijk, door de islamitische wijk, door de joodse wijk. Hun zijn niet bang en wij en moslims? Zijn bang. Die eigenlijk... onze heilige plek. Oké, okay, dankjewel. Mensen, mijn laatste uren in Beit al-Maqdis, al-Quds. Al-Aqsa moskee aan de overkant. Ik ben gevuld met trots. Ik ben blij dat ik in deze stad ben geweest. De stad waar onze profeet vrede zijn met hem met meer dan 125.000 MBA gebeden heeft. De stad van Suleiman, de stad van Dawood. Prachtig. De stad van Omar ibn al-Khattab die het geopend heeft. De stad van de Sahaba die hier begraven liggen. Geweldig mensen. Nogmaals, ik raad jullie aan om hier naartoe te komen. Kom gewoon hier naartoe. Wees niet bang. Vertrouw op Allah subhanahu wa ta'ala. En bezoek deze stad. Onderdeel van onze identiteit.